Yoshi Chu, let's go! Ik kies jou! What up YouTube, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete kanaal, naar een gloednieuwe serie op je favoriete kanaal, want we gaan Yoshi's Crafted World spelen. Let's go! Waarom doe ik zoveel dit? Laten we gewoon beginnen aan Yoshi's Crafted World. Al die kleurtjes in deze game, hè. Dit ziet er zo schattig uit allemaal. Het is zo'n lieve game. Kijk eens, al die Yoshi's op de hoogste top van het eiland. Waar de Yoshi's leven, bevindt zich de schitterende dromenzon. Die lijkt wel een beetje op van die Infinity Stones van Thanos uit de Avengers. Wauw, de dromenzon schenkt de Yoshi's een gelukkig leventje, want hij kan iedere droom uit laten komen. Nou, die Yoshi's hebben het zo naar hun zin. Maar op een dag veranderde dat leventje in een nachtmerrie. No! No, Kamek! En Bowser Jr. Altijd jullie, jongen. Zodra Baby Bowser en Kamek over de dromenzon hoorden, kwamen ze naar het eiland. Altijd deze twee guys, man. Precies, waar we altijd van gedroomd hebben. Hey, laat die stenen met rust, vriend. Laat de Yoshi's met rust. Doe normaal. Ga weg. Yoshi's, pak ze! Nee, pak ze dan! Pak ze dan! Hou vast! Hou vast! Oranje Yoshi, ja, pak ze! Goed zo! Hou het hier! Hou het hier! Nee! Nee! Doe het niet! Nee! 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 Oké, hij wordt boos. De zon wordt boos. We hebben een boze zon. En daar gaat iedereen. Oh no! No! Waar zijn we nou weer beland dan? Die stenen die gaan wel echt een heel eindje weg. Oh, toen de Yoshi's wakker werden, bevonden ze zich in een donker nog iets. Wat nu? De Yoshi's zijn verdwaald. Ja, wat gaan we doen dan? Wat gaan we doen? We moeten al die stenen terug zien te vinden. En alle droomstralen zijn weg. Oh, we noemen het droomstralen. Oké. Kijk toch eens naar die arme dromenzon. Hij ziet er niet best uit. Arme dromenzon. Er zit niets anders op dan de droomstralen zo snel mogelijk terug te halen. Ja man, laten we dat doen. Laten we dat doen. We moeten de wereld weer vrolijk maken. Oh, wat doet hij? Hij schrikt er zelf van. Die rode Yoshi. Waar zou dit pad naartoe leiden? Misschien zijn de droomstralen in die richting. Ja, misschien wel. Er moet nog wel besloten worden wie er op pad gaat. Oh, mogen we maar één van deze Yoshi's? Hoeveel Yoshi's gaan er op pad? Ja, er gaat er maar eentje op pad. Eigenlijk moeten wij de gele Yoshi, hè? Ik bedoel... We hebben Pika Yoshi. Yoshi Chu. Ja, zo gaan we hem noemen. Yoshi Chu. Let's go. Ik kies jou. Klaar om te gaan, zeker wel. Let's go Yoshi Chu. You can do it. Het is tijd om te gaan. Wauw. De andere Yoshi's zullen op de dromenzon passen, zodat hem niets overkomt. Heel goed. Dat hebben jullie net ook al zo goed gedaan. Maar niet heus. Potverdorie. De zoektocht naar de droomstralen is gestart. En daar zijn Kamek en Bowser Jr. En die zegt dat ding ziet er slecht uit. Zonder zijn stralen is die dromenzon blijkbaar nutteloos. Ja, nu heb je er niks aan. Oh, zij gaan ze ook zoeken. Lekker dan. Kamek, Bowser Jr. Nou, die zullen we nog wel eens een paar keertjes tegengekomen, denk ik zo. Hey, Yoshi Chu. Op pad in de stoomtreinstad. Let's go. We gaan met de trein. Yay. Op pad. In de stoomtreinstad. Dat rijmt nog ook. Badoemts. Yoshi Chu! Yay, daar gaan we. Op de achtergrond een trein. Yoshi die slikt de Shy Guys in. Mom, lekker Shy Guys eten. Oh, wat lekker. Oh. Kunnen we hier doorheen? Ja. Kijk, hoppakee. Bonusmuntjes. Oh, we moeten ook rode muntjes verzamelen. Ik zie inderdaad 3 rode muntjes. En hier zeggen ze dat we door A ingedrukt houden. Zo, hoppakee. Naar die 10 muntjes kunnen. Lekker. En we moeten dus ook zonnetjes verzamelen. We hebben nu 1 van de 5 zonnetjes in dit level. We hebben al 6 rode muntjes, dus dat is toppie. Dan gaan we eventjes hier naar boven. Oh, wacht even. Ik wil eventjes wat op deze Shy Guy proberen te gooien. Kan dat? Hoppa! Op je bakkes, vriend. Let's go. We gaan hier naar boven. Oh, die wereld ziet er zo leuk uit.
Oh ja, we kunnen ook een ei leggen met Yoshi. Hoppa, dat hadden we natuurlijk al door. Kijk die kartonnen buis. Alles is gemaakt van karton. Ja, en wij kunnen waarschijnlijk gewoon allemaal dingen tegen de achtergrond... De achtergrond gooien, wou ik zeggen. Maar niet tegen dat hoedje daar of whatever it is. Nou, we hebben lekker allemaal Shy Guys gegeten, jongens. Oh, lekker. Wat zegt dit blokje? Oh ja, dit zegt hoe we kunnen schieten, inderdaad. We kunnen bijvoorbeeld op die koe schieten. Zullen we op die koe schieten? Boom! Eén keer raak. Yay! En... Oh, we moeten hier op dit vraagteken schieten, denk ik. Boom! Yes! Kunnen we ook deze... Hoppa! Doei, Peter en Japland! Yay! Dan moeten we hier bovenop schieten. Krijgen van die hartjes. Kunnen we deze Shy Guy pakken? Lekker Shy Guys eten. Oh, lekker nom 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 Shy Guys. Hoppa! Nog meer hartjes te pakken. Yay! Oké, nu gaan we hier naartoe. En dan gaan we even hier op die bloem schieten. Dan wil ik dit cadeautje ook hebben. En ik wil ook die Shy Guy daarachter zien te pakken. Want die staat daar lekker te verstoppen. En als we hier tegenaan springen... Oh, kijk eens. Jeepa, allemaal eitjes. Kunnen we deze Shy Guys pakken? Ja, daar krijgen we zelfs een rood muntje voor. Voor die ook? Nee. Alleen voor die middelste rode, oké. Ja, ik ga nog eventjes wat eitjes meenemen. Dit muziekje, man. Het is zo lekker vals, dit muziekje. Heerlijk. Let's go. Daar is de trein. Die moeten we straks gaan pakken, denk ik. Hoppa. Oh, dit is een checkpoint, denk ik. Ja, dit ziet er wel aardig uit als een checkpoint. En we zijn in de stad aangekomen. Hey, hey, K-Mac. Hey, Bowser. Als je dacht dat je de droomstralen zou vinden, kun je dat wel vergeten. Sterker nog, ik zal ervoor zorgen dat dit je eindstation is. Wat denken jij, vriend? Vriend. Wat denken jij? Wat doet jij? Jij gaat de trein betoveren? Oh, je gaat de trein slopen. Oké. Zonder een werkende trein ben je een mooi spoorbijster. Ik heb de onderdelen verstopt. Succes met zoeken. Bedankt, K-Mac, voor dit. Als jij denkt dat je mij te slim af bent, K-Macje, dan heb je het mooi mis. Want hier, hoppa, hebben we onderdeel 1 al gevonden. Dat we nog 2 onderdeeltjes zien te vinden. Hey, hey, Shy Guys. Shy Guys. Kijk, rode muntjes. Rode muntjes. Hoppa. En hier tegenaan. Kablam. Dan krijgen we weer wat hartjes. Kijk, daar zit een bloem in. Dit is denk ik pas onze tweede bloem die we gaan pakken, of niet? Oh nee, het is onze derde, vierde bloem. We hebben er eentje gemist. Nee! Ik wil er niet eentje missen. Hoppa. Weer wat eitjes pakken. Shy Guy'tje opeten. Ah. Die Yoshi die houdt wel van lekker eten volgens mij. Potverdorie, wat zit je allemaal te eten, Yoshi? Kijk eens. Hoppakee. Tweede onderdeel te pakken. Nice. Daar zit ook nog een Shy Guy verstopt. Zie je hem? Hoppa. Weer een rood muntje. Gaan we hier naartoe. Gaan we dit ding schieten. Kablam. Oh, dat is een trappetje. Nice. Kunnen we deze Shy Guy schieten? Die heeft sowieso een rood muntje. We hebben nu 13 van de 20 rode muntjes. Hebben jullie ook nog rode muntjes, Shy Guys? Volgens mij hebben jullie gewoon al die muntjes, hè? Kan ik ook die Shy Guy zelf nog schieten? Ja, maar dat levert geen muntje op. Oké. Dat muziekje, man. Wauw. Oké, we hebben 2 onderdelen gevonden nu. We moeten nog 1 onderdeel zien te vinden van de stoomtrein. We kunnen hier naar boven. Ja, hier is het onderdeel. Ja, het derde onderdeel hebben we gevonden. Maar ik mis nog een aantal dingen, jongens. Ik mis sowieso, denk ik, nog rode muntjes. Waar ga ik die rode muntjes dan vinden? En ik heb nog een bloem gemist. Sowieso moeten we wel even op zoek naar die bloem, jongens. Where's that flower? Want het is hier de tweede bloem. En in het dorp hadden we onze derde bloem. Dus hier tussenin moet nog een bloem zijn. Kunnen we nog iets schieten? Nee. Ik wil sowieso even die piranha plant weg hebben hier zo. Oh, kijk eens. Wat is dit dan? Oh, dat zijn hartjes. Ah. Oh, kijk, hier kan ik achter. Zie je? Oh, kijk eens. Waarschijnlijk is hier die... Ja, ja, ja. Hier is die bloem. Toch? Ja, nice. Maar we missen nog wel 5 rode muntjes. Dat wel. Zitten die hier? Ja, we hebben alle rode muntjes. Nice. Nou, dan hebben we nog 1 bloem nodig. Maar ik verwacht... Volgens mij zit die niet hier. En ik denk dat ik nu gewoon naar de trein moet. Yay, ons treinreisje gaat beginnen. Woep, woep. Gooi het erop. Boom. Maak de trein. Fix de trein. Hoppa. Ja, 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 ja. Lekker. De stoomtrein, jongens. Daar gaan we. Met de stoomtrein door het dorp. Jee. Moeten we alleen wel even ons oog open houden. Voor die laatste bloem. Ik denk namelijk dat we die hier ergens nog moeten gaan pakken. Kijk, de spoorbomen gaan dicht. Heel goed. Heel netjes.
Heel netjes. Volgens mij zie ik hem. Ik zie hem daar, jongens. Zagen jullie hem ook? In de verte? Hier rechts komt hij. Daar. Oh, mis. Mis. Pak hem. Yay! Het eerste level hebben we helemaal compleet nu. Nice. Nice. Oké, we mogen er weer af. Oké, goed zo, Yoshi-Chu. Goed gedaan. En hier is het einde van het level. Yay! Hebben we gewoon even gefixt, hè. Dat eerste leveltje. Blam! Goed gedaan, Yoshi-Chu. En nu gaan we kijken of we inderdaad echt alles hebben gedaan. Inderdaad, we hebben hier zo de 5 bloemen. We hebben inderdaad meer dan 100 muntjes. We hebben 20 van die hartjes opgepakt. En we hebben 20 rode muntjes. Dus we hebben heel het level complete. Yeah! Zo doen we dat. Oké, nu krijgen we allemaal bloemen erbij en muntjes. Nou, super dope. En dan zien we hier een shy guy op een kartonnen bord. Nou, dat was hem. Level 1. Nu kunnen we blijkbaar daar naartoe. En dan mogen we een oversteek gaan maken. Gaan we eens even kijken wat dit is, jongens. Wat zal eruit komen als je munten in de automaat werpt en aan de hendel draait? Komt er een kostuum uitrollen? Welke zou je krijgen? Nice! Dus we kunnen ook nog kostuumpjes voor Yoshi krijgen. Als je een kostuum hebt ontvangen, kun je naar het kostuumscherm gaan om het aan te trekken. Let's go! Ik wil dit! Geef mij nieuwe kostuums! Zo, dit is ook weer een lekker vals muziekje. Wauw. Oké, we kunnen 2 munten inwerpen. Want dat kost dan 200 muntjes van ons. En we krijgen 2 groene eitjes eruit. Er zit ook een geel-goud eitje. Dat zal wel een hele goeie zijn of zo. Ja! Een vuilnisemmer. Een vuilnisemmer. Oké, en wat nog meer? Wat krijgen we nog meer? Een heuvel. Nou, super nice, denk ik, of zo. Let's go. Zullen we dan de prullenbak maar eens aantrekken? Kostuums zijn niet alleen cool, ze beschermen je ook tegen schade. Maar wees voorzichtig, want ze kunnen niet te veel schade verduren. Alright, man. Nou, dat is top. We gaan even met de prullenbak rondlopen, denk ik. Alright, guys. En zo hebben we het eerste level in Yoshi's Crafted World uitgespeeld. Laat even weten of jij deze game ook wil halen. Want ik vind het echt super grappig. Ik vind het schattig. En het is gewoon een hele gezellige game of zo. Dus laat even weten in de comments wat je van Yoshi vindt en of je deze gaat halen. Doe een blauw duimpje omhoog als je Nintendo video's tof vindt. Abonneer dan ook zeker even op mijn kanaal. En wil je me live zien gamen, volg me dan zeker ook even op twitch.tv/Rikachu. En op Instagram en Twitter en alles wat je hebt. Volg me overal. En dan zie ik je daar of bij de volgende video. Mazzel!